Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Grand Colosseum met Nanowing. Lekkering! Zeker lekkering. Die hebben we al heel lang niet meer gehoord in de video's. Ja, weet jij nog wat we moeten doen? Want ik heb eigenlijk geen idee. We zijn er wel hier, maar... Met de lift naar beneden. Wat we dus hebben gemist qua storyline, omdat er wat mis ging de vorige keer. We verzoeken Mirror B, hadden de puzzel gered. Toen werd er een van die waarzegters die zei, ja, ik voel iets ergs gebeuren in stadje van waar je opa woont. Dat is Agate Village, je favoriete village. Ja. Zijn we daar geweest en daar was Cypher bezig met de purifying ding slopen of wat dan ook. Purifying is een Engels leenwoord. Inderdaad, dus dat hebben we gestopt. En toen kreeg de opa van onze metgezel te horen van dat er een aanval op Mount Battle is door Cypher. Dus hebben we daar naartoe gegaan, hebben we de kiem verslagen. En die reageerde erop door van de berg af te springen. Toen zijn we weer teruggegaan en toen kregen we een mail van, ik denk Duking weer. Waarvan we die plus wel hadden gered. Van dat twee van die Mirror B metgezellen, diegene met de Mantine en die andere, die zijn gearresteerd. En toen zijn we daar naartoe gegaan, hebben we in de gevangenis gekeken bij hun en zij hadden een sleutel voor deze lift. En nu zijn we hier. Sick. Ja. En wat moet ik nu doen? Want jij bent hier de Pokémon Colosseum Master. Teruggaan naar de inn. Dus hier, nee, hier naar me in, ja. Ja? En dan naar boven. Oh, dan was ik per ongeluk goed gelopen net. Ja. En nu. En als we dan hier verder lopen, dan krijgen we weer melding. Ja, een cutscene. Ja, wat er dus story is, is dat Lady Venus zegt dat er intruders zijn, een spionnen. Mm-hmm. En ze vragen iedereen hier om een oogje in het zeil te houden. Nou zijn we, denken wij dat wij de spionnen zijn, maar uiteindelijk is het niet zo. Nou, oké. Okay. Nou, dan gaan we hier naar rechts. Is het zo meteen, moeten we zo meteen niet tegen diegene met de Suicune? Ja, dat is Lady Venus. Dus I'm your Venus, is dat. En I'm your fire. I'm your fire. Nou, dan gaan we hier naar beneden. Gaan we met de jochie hier praten. En hij is van de... Dan moet ik even kijken hoe het ook weer heet. Van de Lipermopper flavor. Het is iets met kids. De kids grid of zo. Oké, hij vraagt of we dit naar Nets huis kunnen leveren. Maar we weten het nog niet eens wie het is. Maar ze hebben connecties met die kinderen die bij Duking in het grotje zaten. Ja. Oké. Okay. Nou, maar voor de rest weten we niet echt veel. Oeh. En dit is tussendoor wat er nog gebeurt. Even voor de mensen thuis, mochten jullie afvragen, of nou, dat weet je, we hebben wel verteld, maar we hebben dus de afgelopen paar afleveringen hadden we zonder geluid, dus hebben we er een stukje over geplakt van een stream die we hebben gedaan. Mm-hmm. En nu is het tijd om weer gewoon onze mooie voices te horen die hierbij, die bij Colosseum horen, dus dat is mooi. En die live zijn. En die live zijn. Maar ik wist ook niet dat je dat voor Hogwarts Legacy had. Ja, maar dat was wel in februari al, hè? Dat het is opgenomen. En het was, weet je wat het ergste is? Het was bij het vetste stukje tot nu toe van de game. Ja, dus ik baalde echt zo hard, maar ja. Daar kan je ook niet zoveel mee aan doen. Je kan dat ook niet meer terugspelen in principe. Nee, precies. En nu? Nou, nu gaan we naar het plein lopen, want dan ontdekken we dat de spion is ontdekt. Hier? Dus, ja. Oh nee, nog niet. Sorry, my B. Hier naar links. Want we gaan nu de power report gaan we leveren naar Ned. Aan Ned, bedoel ik. Heeft hij toevallig een survival gid? Mhm. Dat dacht ik al. Jazeker, Ring. Nu naar beneden. Maar zij kennen jou dus al. Hoi, yo. Mhm. Oh, my. Mhm. Dan moet je met Ned praten, dat kleine jochie. Okay. Ja. Ah, dit is, zij zijn van de Kids Grid. Ze hebben connecties met die kinderen uit... uit die grot. Uit die grot. En zij gaan jou helpen om een shadowlijst bijeen te halen. Aha.
Ze gaan cijfer hacken en dan weten we hoeveel Shadow Pokémon er zijn. Dit hoort erbij. May I have your PDA number? Nou, maar ja, het kleine kindje heeft nu je telefoonnummer. Nice. Oké, en nu ontdekken we dat de spion is ontdekt. Maar goed, wie is de spion? Ja, als we inderdaad die kant op lopen, ontdekken we dat het Silver of zoiets is. Ja. Ik weet even niet. Silva bedoel ik, might be. Maar die zat dus hier ook een beetje te spioneren en te kijken wat Cypher aan de van plan was. Now be a good boy. Ja, en dit is misschien het, een van de kutste stukken uit de game als je geen Engels kan. En je bent een klein kind, want je weet nu niet wat je moet doen, want je kan niet bij hem terecht. Als je hier langs het hek loopt en een aantal keer op A drukt en dan heel dicht bij hem komt, dan op een gegeven moment dan zal hij zien dat je er bent. Ja. En dan geeft hij jou de R-disc als het goed is. Oké. Okay. Ja. En dan kunnen we zo naar die under. Of naar de plek gaan waar de Suicune trainer zit. Oké, loop ik goed? Nee. Want we moeten de. Maar je kan wel even kijken of er een item ligt, want dat weet ik niet meer. Nee. Nee. Het is wel een vending machine, maar goed. Dit is een trainer. We gaan nu naar dit apparaatje lopen waar de UFO staat. En dan plaatsen we de R-disc, zodat we naar rechts gaan. Ja, deze. Oké. Okay. Volgens mij hebben we ook al de F-disc gekregen van iemand. Of gejat, dat weet ik even niet meer. Maar goed, hierdoor kunnen we naar rechts. En dan komen we eigenlijk bij het plaatsje waar Venus al de berichten opneemt. In haar studio. En als je hier rechts het itemboxje oppakt, dan krijg je 3 rare candies. Wow, nice. Die gebruik ik ook in de speedrunning en daar kijk ik meestal niet, maar er zit ook volgens mij niks. Mm-hmm. Nou, en nu is de bedoeling dat je met Venus praat en dan tegen de vecht. Gaan we. Ja, haar hele she's gimmick is attract gebruiken. Your baby, she's got it. Oh, oké. Okay. Nou, dan moeten we zorgen dat zij mij niet attracteert. Mhm. Dit is wel een van de moeilijkere fights. Del Cathy en Benet. Ja. Je hebt een Noctowl en... Nice. Dat is goed voor die Delcatty. Precies. Want hij is nog geen fairy typing. Inderdaad. Weet, Delcatty wordt nooit fairy typing. Niet? Nee. Dat is puur normaal. Dat dacht ik. Wacht. Maar misschien dat ze het in deze game hebben aangepast. Dat ze het fairy typing. Oh, dat gegeven. Kan best, ja. Maar dat je kan zou super kut zijn. Ik zou wel triple kick of zo proberen. Oh. Leave me alone! Gelukkig. Nou, dat gaat er 100% op de hemel op. Oh. Oh ja, fuck. Het is een flying psychic type wat je natuurlijk hebt. Kut. dat is lullig. Mhm. Gelukkig heb je Sneaseling met de dark type. Precies. Hopelijk gaat Delcatty nu dood. Ja, best dood. Nou, dat was aardig dood, hè? Die ging best dood. Uh-huh. Oké. Okay. Daar komt de Steelix. Steelix. Ja, dit ding heeft Earthquake. Wacht. Oh, laat maar. Ik dacht misschien fake out op de Steelix en dan triple kick. Goed, als hij Earthquake doet, dan raakt hij de Benet ook. Wat? Dat was pijnlijk. Nee. Oh, dat was niet. Ja, trouwens, hij gaat gewoon dood met de triple kick. Dat denk ik niet. Dat is super effectief. Ja, maar Pope is een goede defense. Dat is een single. Oh, wat? En die andere 2 kicks dan? Dat is in 1 keer. Oh.
Oeps. Ja. Kijken wat. Maar goed, de Benet gaat nu dood. Dan komt ze met Vaalbloem. Daar heb je Blaziken voor. Als het in Grand Colosseum nog hetzelfde is, hè? Nou, oké. Okay. Maar in principe ben je... Oh. Huh. Oké, okay, nou, je kan de Steelix neerhalen met Aura Spear. Mm-hmm. En dan, ja... Triple Kick weer. Oh, ze heeft ook 6 mons. Oeps. Mm. Kut. Nee, dit zal hem wel neerhalen. Ja. Yeah. Het heeft een hele slechte special defense. Kijk, mooi. Oh, ze hebben nu Venusaur. Oké. Okay. Nou. Dat over... Oh, dat mist. Triple of a Thunderbolt. Overleef, Blaziken? Nee. Ah, dat was juist handig geweest voor die Venusaur. Maar je hebt Gardevoir nog. Wordt wel lastig, though. Mhm. Ja. Wat? Huh? Denk jij hetzelfde als wat ik denk? Hoe de fuck Hoezo kan Venusaur als... sneller zijn? Ja, ja. What the fuck? Oké. Okay. Deze trick room of zo? Nee. Wacht even. Venusaur. Hij is dan wel een paar levels hoger, maar... Het zou niet zoveel moeten uitmaken. Nee, dat zou zo'n sloompje moeten zijn. Kijk, het heeft een base van... 80 speed. Kijk, de Gardevoir. Heeft ook 80. Hipmontop. Kijk. Heeft 70. Oké. Okay. Dus de Venusaur zou dan wel sneller kunnen zijn dan de Hipmontop. Maar dan de Gardevoir, dat is gelijk. Ah, en nu moet je weer tegen die tenen vechten. Wat een onzin. Maar kan toch meteen weer hier zo. Ja. Waar je wel rekening mee moet houden is dat ze waarschijnlijk in de volgende poging andere mons liet. Echt? Net als de kiem, ja. Dus je moet een beetje mazzel hebben. Maar je weet al wel in ieder geval wat die... Wat ze nu gebruikt. Mm-hmm. Dus de Core Benet. Delcaddy, Steelix. Dan heeft ze Ampharos, Venusaur en Suicune. Maar je Hipmontop die kan al aardig wat raken in ieder geval. En killen. Mm-hmm. Oh. Die Pidgeot ziet er echt heftig uit. Ja, nee, maar dat is echt een Pokémon Stadium 1 sprite model. Mm-hmm. Wat ze gebruiken. Oké. Okay. Zal dat veel doen? Nou. Oh. Nee. Je wilde later toch ook nog wat mons gaan vervangen? Ja, ja. Ik weet niet zo goed wat er nog komt. Ik denk dat Noctowl op een gegeven moment vervangen wel een goede aanrader is. Mm-hmm. Ook al is het, ja, het is wel een leuke flying psychic type, maar op een gegeven moment dan houdt het zeg maar qua damage niet meer bij. Mm-hmm. Je speelt ook meer Pokémon Go, toch, tegenwoordig? Ja. Ja. Ja, daar wou ik nog met jou over hebben. Ik vind het nu weer leuk. Ik merk wel dat zolang ik nog die challenges heb, zeg maar, die soort van storylines, dat vind ik leuk om te doen.
Alleen ik merk wel dat de rest al snel saai wordt, zeg maar. Een beetje eentonig. Ja, die events die maken dat het leukst. En die quest inderdaad. Er is nu een psychic event. Ja, klopt. Ja, ik heb nog niet de game opgestart, maar ik heb al wel een video erover gekeken. En ik zag je dat je ook weer Black Energy kunt krijgen. Je hebt heel veel Solosses. Nice. Ja, ja je als je die... Hey, moet je nou weer tegen haar vechten? Ja, je moet niet dichtbij deze trainers lopen. Dat is een beetje... je moet het een beetje leren. Maar in principe krijg je nu wel weer geld en je krijgt experience. Misschien dat je nog even level up kan gaan met Hitmontop. En eventueel Noctowl. Ik weet niet of dat die Vibravervlight. Maar ja, dat is wel weer leuk dat jij ook weer aan de Pokémon Going zit. Maar goed, het is ook niet leuk om echt verslaafd eraan een meisje te spelen. Nee. Daar heb je niet zoveel aan. Oh, nou dat deed wel aardig wat. Alleen, ik ben nog geen één keer ergens een route tegengekomen. Dus er zit niks in de buurt, ja. Ik hoorde van mensen uit mijn woonplaats dat zo'n route aanvragen, dat het zeker iets van 6 maanden duurt. Oké, dus die routes zijn vast, zeg maar. Ja, mensen die kunnen zelf dan een aanvraag doen van een route. En dan moet de... Ik weet niet of de Pokémon Go community dit moet approven. Ik weet dat het wel zo is bij stops en gyms. Of dat Niantic dat zelf approved. Dat weet ik niet. Oké. Daarom duurt het zo fucking lang. Maar er zijn wel routes. Ja, ik heb er eentje in mijn woonplaats zitten. Van, het zal wel iets minder zijn dan een kwartier. Ik zat te denken om misschien vanmiddag eventjes naar Den Bosch te gaan, want dat is bij mij best wel dichtbij. Oh, dan kan je daar kijken of iets in de buurt kijken, is. Ja. Ja, let wel op dat je dan, als je de route gaat lopen, dat je of bij de blauwe vlag start, of dat als je dichter bij de rode vlag bent en je wilt daar beginnen, dat je dan op reverse route drukt. Want anders loop je hem voor niks, want dat heb ik ook gehad. En toen had ik er pas door van, oh, je moet hem op reverse. En dan moet ik nog eventjes een keertje de trucje gaan proberen van dat je hem afsluit voordat je de route zeg maar haalt en dat je hem dan passeert en dat dan zo'n cel kan spawnen. Ja, precies. Ik moet nog even proberen. Ik hoorde ook dat in Scarlet and Violet dat niet de Johto of Hoenn, maar de Sinnoh starters een beetje gebufft zijn. Qua moves met wat ze kunnen leren. Oké. Bijvoorbeeld Torterra, die kan nu Shell Smash leren. Ja, klopt. Dat heb ik ook gezien. Dat is echt fucking episch. En kijk, Empoleon die kon Roost leren. Nou ja, dat is oké. Maar zijn Hidden Ability is nu aangepast, want het was eerst Defiant. De Boost Attack, maar Empoleon is volgens mij meer Special based. In ieder geval, hij leert meer Special Moves. Dus ze hebben die ability nu aangepast naar competitive. Oké. En dat zorgt ervoor dat als zijn stats worden verlaagd, dat zijn special attack dan wordt geboost. Dus dat is wel nice. En Infernap die kreeg knock-off, dacht ik. Dus dat is wel redelijk lelijk. Prima en puik. Dus misschien shiny breeden? Ja, je moet eerst de disken weer in doen. Dat is altijd zo. Ja, de Air Disc. Even een appie sturen. Sometimes you need to send an appie. Ja, even leidinggevende. Die appte me voor zometeen voor die afspraak die ik heb. Oh ja. En die is vrijdag vrij, dus waarschijnlijk wil ze wel een beetje up-to-date blijven. Dus dan ik bel hem morgen dan. Wat zal ik leaden? Sneasel heeft wel fake out, dus dat kan wel handig zijn. Sneasel, Hitmontop. Ja, Hitmontop is wel jouw beest. Ik weet ook niet.
check nog even de type van Ampharos, of die dragon type is. Ja, oké. Want jij hebt volgens mij triple axel ook op helemaal top. Dat klopt. Dan kan je dat op de Ampharos gebruiken. Ah, ja. Helemaal top is echt jouw goat in je team, holy crap. Het enige wat het niet countert is die Benet. Oh ja. Ja. Ja, zij doet niks, maar Venus die wil wel met je vechten. She's got it. Zo. Duimpje omhoog. Kijken. Ik hoorde Steelix en die andere hoorde ik niet. Venusaur. Nou ja, kijken wat is handig, wat is wijsheid. Ik denk fake out op de Steelix, want dan krijg je niet de Earthquake op beide. Mm-hmm. En dan de triple axel op Venusaur. Oh, triple axel op Venusaur? Okay, ja. Die Venusaur die hard counterde je net. Omdat hij sneller was om een of andere reden. Nou ja, hij zal nu ook wel even sneller zijn. Oké, niet op de Hitmontop. Kijk, nice. Oké, en nu moet de triple axel raken. Maar. Nee! Oké. Ice Punch, denk ik dan. Ja, en dan... Ja. Willen we dubbel op de Venusaur? Ja, ik denk het wel. Oké, ja, doe dat maar. Ja, dit is wel echt een kutteam, Vander. Anders heb ik heel slecht nieuws. Dan wordt het Mount Battle sessies gooien. Dat deed wel wat, maar dat deed niet heel veel. Dat wordt dan waarschijnlijk de Sneasel. Nou ja, Sneasel is niet je beste man. Ja. Ik mag hopen toch wel dat Blaziken sneller is dan een Venusaur, maar ik denk dat je Aura Sphere op de Steelix moet doen. Ja, dat wou ik net zeggen. Ik kan de Steelix One-Hit KO, hadden we net gezien. Ah, hij is niet sneller. Wat is er met die Venusaur? Ah, oh, kut. Blaziken die heeft ook een base stat van 80 in speed. Ah. Ja, kak. Ja, dat wordt een Earthquake. Nou, waarschijnlijk gaat hij Benet inzetten. Of Delcatty. Ik denk niet dat hij voor Ampharos gaat. Of zij, bedoel ik. Ja, oké. Mis. Ja, dat raakt altijd. Dat, Oh! Pogorino, maar ben jij sneller dan Delcatty? Delcatty. Oh, je hebt speed boost. Oh. Nou. Ja, Delcatty heeft wel een betere base speed. Ik zou zeggen Aura Sphere op de Steelix. Ja, dat deed ik. En dan triple kick op de Delcatty. Ja. Nou, dit moet wel one-shotten. Huh? The fuck? Wat is de special defense dan van een Steelix? Dat zou het pleuris moeten zijn. Steelix. Dat is 65. Huh? Maar wat is dan... Maar de special van Blaziken is toch ook wel... Kijk, is 110. Hoe dan? What the fuck? Maat! Hoezo mis ik elke keer? De triple kick 70% accuracy is. Maar het doet wel echt pleuris veel damage als je hem raakt. Oh, het is 90 zelfs. Fuck. En de power. Huh, er staat 10, maar dat klopt niet. Oh,
Oh, dat is omdat het 10 is, maar het raakt 3 keer. Alleen ze hebben het waarschijnlijk in deze hebben ze hem aangepast in de game. Dat, het, dat je maar 1 keer die animatie krijgt. Oké, okay. Dit is in ieder geval de Delcatty. Komt de Empress als het goed is. Nee. Oh ja, Benet is er ook nog steeds. Ja, dat wordt niet Benet die is perfect op je Gardevoir, maar ja, die Steelix ook. Maar goed, dit probleem hadden we ook al met de Kiem, dus het verbaast ons niks, toch? Nee, op zich niet. Ik weet niet hoeveel HP die Steelix nog heeft. Niet zo veel. Oké, okay. Ja, ik zou... pak, maar ze heeft nog die andere. Ze heeft nog zelf een Ampharos. Ja. Kijk, wat heb je voor moves? Ik wil bijna zeggen Bulldoze. Verlaag je ook de speed van die Benet, dan ja, ik weet niet of jouw special of jouw physical beter is op die Noctowl. Is Ashley special? Ja, ik bedoel Wingbeat is physical, dus even kijken, F checken, summary, de special is beter, dus ik zou dan voor Ashley gaan. Ik weet niet of je sneller bent dan de Benet, maar je zou eventueel dan kunnen... Nee, kut. Dit zal een one-shotten, denk ik. Ja. Nice. In ieder geval weer wat experience voor je en voor ons. Dat ding heeft waarschijnlijk Dragon Pulse. Ik zou voor je eigen Dragon Pulse gaan op die Ampharos. Hij doet het track. Het zijn ook alleen maar meisjes die ze heeft, volgens mij. Of nou ja, het gros van haar team. Omdat Benet is een mannetje. Jezus Christus. Volgens mij is die Benet ook gewoon gebufft. Wil even iets checken, hè? Voor ja, misschien hoor. De volgende fight. Ik heb 1 revive. Nice. Okay. Nou, je zou nog eventueel wat kunnen kopen. Ja. Koping. Ik denk dat ze dat nu wel verkopen onderhand. T-Wave. Nou, je zou zeggen dat T-Wave niet op een electric type moet werken. Zo vaak gehad dat het niet werkte. Ja. Ja. Oh, er staat helemaal niks over. Dus het kan inderdaad gewoon electric types paralyzen. Sad. Ja. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en de volgende keer gaan we het weer proberen. Adios, amigos.